Onder deze caravan zit een machine die mijn lichaam kan veranderen naar bijvoorbeeld een bosje. Alleen weet ik niet zeker of het werkt, dus het enige wat ik moet doen is even dit dingetje pakken. Die stop ik in de machine. Dan ga ik hierin staan en hopelijk gaat het werken. En is het gelukt? Is het gelukt? Ja, let's go. Dit is perfect. Alleen wil ik nu nog geen bosje zijn, want ik wil verstoppertje gaan spelen. Alleen Alex en Vinnie mogen dit nog niet weten. Alex, ben je thuis? Alex. Oh, je kan ook wel één keer op de deurbel klikken, open hoor. Openroet, openroet. Ja, zie je, ik hoor je helemaal niet als je zo vaak op de deurbel klikt. Mag ik binnenkomen? Hé, Vinnie is er ook. Oké, dit is perfect. Ik heb een idee, ik heb een idee. Ik kom gewoon binnen. Jongens, ik heb een perfect idee. Ik heb zin in verstoppertje. Ik verveel me namelijk. Wat is een leuk idee. Wat nou al ga jij daar buiten staan en niet meer op mijn deurbel zo vaak klikken? Hallo. Oh, hallo. Santino! Oh, hey Santino! Hi Alex! Hi Santino! Hi Santino! Santino! Je komt echt perfect op tijd binnen. Ik wil namelijk verstoppertje gaan doen. Hebben jullie daar ook zin in? Nee, ik kom alleen voor suiker eigenlijk. Alex, heb je suiker? Voor suiker? Heb ik suiker? Ja, dat heb ik trouwens wel. Wacht. Ik heb een beter idee. Alex, niet geven aan Santino. Santino, hoezo niet? Als jij dit potje verstoppertje wint, dan krijg je miljoen suikerklontjes van mij, oké? Ja, en anders mag je nooit meer als buurman zijn de suiker bij me halen. Want ik wil gewoon rust gelaten worden. Anders moet je verhuizen uit Blokburg. En dan moet je met de trein terug naar huis. Of naar een ander huis. Oké, nou is goed. Ik doe wel met jullie mee. Oké, ik heb een idee. Ik ga... Alex, mag ik hier even tellen? Dan mag jij eerst verstoppen, oké? Oké, jongens. Ga je verstoppen? Ik geef jullie 1 minuut. Doei, succes. Okay, ik ga jullie vinden. Jullie aan de kant. Aan de kant, hé. Ja, dit is perfect. Zij gaan zich nu lekker alle drie verstoppen. En dan denken ze... Dit is gewoon een normaal potje verstoppertje. En dan de tweede ronde ga ik me verstoppen. Dan hoef ik alleen nog maar // bosje in te klikken. En dan als het goed is, heeft de machine ervoor gezorgd dat ik dan in een bosje kan veranderen. Ik ga dit 100% winnen. Oké, jongens, waar gaan we verstoppen? Nou ja, ik weet dat we zeker niet in jouw huis moeten gaan verstoppen. Want het stinkt er altijd naar bedorven melk. Hoezo? Dat is letterlijk zo. Jij vergeet altijd te kijken naar de datum van je melkpakken tot wanneer ze verlopen. Dat is niet waar. Vinnie, weet jij misschien een plekje? En mijn huis is ook niet zo heel goed eigenlijk, want daar stinkt het eigenlijk ook. Ja, waarom stinkt het allemaal in onze huis? Oké, weet je wat? Ik ga gewoon in mijn huis stinkt het niet. In mijn huis ruikt het naar blauwe bloemetjes, want ik hou van blauwe bloemetjes. Nee, maar ik ga lekker naar jouw huis toe, terwijl de verstopper daar is. Of de verstopper, de zoeker. Jongen, slimpie. Oké, wacht. Ik ga gewoon in zijn eigen huis verstoppen. Ik wil hier helemaal niet verstoppen. Vinnie, zullen wij ergens anders verstoppen? Ja, maar hier stinkt het ook best wel eigenlijk. Ja, Jesse laat heel veel scheetjes op. Het ruikt er echt naar poep. Maar wacht, waar gaan jullie nou weer verstoppen dan? Nou ja, niet met jou. Ik denk dat je dan echt al heel snel gevonden wordt. Dan gaan we met jou verstoppen. Je bent hier niet goed in. Nee, is goed. Ik ga wel zelf verstoppen. Jullie zijn zelf slecht, joh. Ja. Zeg dat maar aan mijn gezicht. Ja, dat doe ik toch ook, Vinnie? Ja. Vinnie, van nou gaan wij op een plek verstoppen waar we echt goed leuk kunnen verstoppen. Ja, ja. Iets waarmee we een beetje plezier hebben. Speeltuin. Ja, let's go. Nou, veel plezier in de speeltuin. Ik zit al helemaal goed verstopt. Oh, gaan we nou gewoon op de trampoline springen? Dan zou die het denk ik wel doorhebben, vind je niet? Maar het is wel heel erg leuk. Ik ben hier achter je, hallo? Oh, ik was je kwijt. Ik dacht dat je al verstopt was. God. Wacht eens even, Vinnie. Ik heb een idee. Want nou gaan we hieronder verstoppen. Dat is wel een hele goede plek, maar ja, ik weet niet. Misschien dat jij hier alleen moet gaan verstoppen. Jij kan je misschien onder het klimrek verstoppen. Oeh, onder het klimrek. Ja, dat is ook een goede plek, inderdaad. Of in de prullenbak. We kunnen ook in de prullenbak. Prullenbak? Kijk. Wat? Dat is ook een goede plek. Er zijn hier echt veel goede plekken. Oké, ga jij in de prullenbak, dan ga ik onder het speelding. Oké. Oké, is goed. Jongens, ik kom eraan. Oh, eindelijk kan ik hier weg. Het stinkt zo erg in dit blauwe huis. Echt dat vieze blauwe bloemen, gadverdamme. Vind ik ook. Ja, wie zei dat? Waarom hoorde ik hier ook? Wat, ik zei niks? Nee, jij zei niks. Nou, ik ga denk ik eerst even naar mijn eigen huis. Want ik denk niet dat iemand in mijn eigen huis zou stoppen. En ik heb honger. En ik heb helemaal geen eten meer. Dit ben je niet. Hallo, niemand in mijn huis. Oké, er is niemand in mijn huis. Eens even kijken. Santino, wat is er? wat is er? Zit jij hier in de bosjes? Jij hebt natuurlijk een groene skin aan. Dus zit jij misschien in een boom verstopt? Nee, ik zie sprinkhanen. Jij ziet sprinkhanen? Ik zie een sprinkhaan. Waar zit de sprinkhanen? Sprinkhanen zitten in een bos. Waarom heb ik het idee dat jij hier ergens bent? Sprinkhanen zitten te sprengen in de spreng. waar heb jij het nou weer over? Sprinkhanen zitten te springen op een trampoline. Op de... Een trampoline. Oh, misschien moet ik zoeken naar een trampoline. Ik weet waar een trampoline...
Dit meen je niet. Blijf van me vandaan. Waarom ben ik nou weer als eerst? Santino, ik wou dus naar de speeltuin, omdat ik dacht dat jij onder de trampoline zat. Dat is zo slecht gedaan. Weet jij waar Vinny en Alex zitten of niet? Misschien. Hoeveel heb je ervoor over? Misschien heb ik nog wel wat lekkers voor je. Ik heb een eitje. Zal ik een eitje voor je bakken? Een ei? Ik heb al kip. Dat maakt niet uit. Ja, maar hier krijg je een kip mee. Oké, Vinny die is echt slecht in verstoptje. Vinny die gaat zich altijd verstoppen in iets wat oranje is. Dus als je Vinny zoekt, moet je gewoon overal langs gaan wat oranje is. Kijk, ik weet het dus niet, Jess. Want hij zei dat zijn huis stonk. Dus ik weet niet of hij in zijn huis zit. Zijn huis stonk? Jezus. Oh, mijn god. Ja, oké, okay, nee. Jouw huis stinkt ook altijd. Alleen mijn huis ruikt lekker. Ja, ik snap niet waar mijn huis stinkt. Misschien is het wel in jouw huis. Misschien zeg je dat gewoon als smoesje. Hoe kom je erbij, man? Waarom zou die in mijn huis zitten? Zit er iemand verstopt in jouw zwembad? Eens even kijken. Nou, die is al echt al jaren niet schoongemaakt. Dat kan ik wel zeggen. Nee, dat is wel een tijdje geleden. Ja, hij begint helemaal groen te worden. Gadverdamme. Of in jouw vijver. Vijver? Wacht. Kunnen we even kijken? Kijk. Ei! Kijk maar. Santino. Niet doen! Niet doen, oké? Okay? Sorry! Dit is echt heel erg vies. Zie jij wat ik zie? Ik zie een verdwaald persoon. Gadverdamme. Alex, waarom zit je in een prullenbak? Ik heb je gevonden. Het stinkt er een verrotte bananen binnen. Hoe kon je het zien? Je bent veel te groot voor de prullenbak. Je hoofd steekt gewoon uit. Dit is echt de slechtste verstopplek ooit. Oh. Jongen. Oké, dan moet ik alleen Vinny nog vinden. Waar is Vinny? Vinny is dus iets bij wat oranje is. Dat weet ik 100% zeker. Dat doet hij namelijk altijd. En het klimrek is oranje. Wacht, misschien zit hij op het klimrek. Hè? Hallo, Fanny. Ik zit er niet. Onder het klimrek. Ik zei het toch, Fanny zit altijd bij iets wat oranje is. Ik zit in de prullenbak. Nou, jongens, jullie zijn niet heel erg goed in verstoppertje spelen. Weet je wat, Santino, ga maar even lekker springen. Ga jij maar zoeken, dan gaan wij ons verstoppen, ja? Is goed. Oké, doei. Doei, Santino. Doei, Fanny. Santino is letterlijk de slechtste in verstoppertje ooit. Oh. Hij is zo snel gevonden en ik wist het. Ik zei het nog van tevoren dat hij slecht is. Alex, huis stinkt trouwens wel. Echt, gadverdamme. Nee. Jouw huis stinkt. Jouw huis stinkt naar scheetjes. Helemaal niet. Jongens, we hebben maar 1 minuut de tijd. We moeten ons verstoppen. En ik denk dat ik... ik ga het helemaal niet zeggen waar ik heen ga. Doei! Ik ga sowieso de beste verstopplek hebben. Ja, is goed. Oké, ik moet die zo snel mogelijk weg zien te komen, want Vinny en Alex mogen niet zien wat ik ga doen. En ik ga me denk ik verstoppen hier in de bosjes. Aangezien ik namelijk ga veranderen in een bosje. Het enige wat ik namelijk moet doen is / bosje. En als het goed is, ik ben nu een bosje. Wat is een goede plek? Ik kan dus ook nog eens in een ander bosje gaan staan. Oh, daar ben ik al helemaal goed verstopt. Maar eigenlijk lijk ik meer op een boom. Dus misschien is het slim als ik me ga verstoppen in een boom. Dan ben ik namelijk al helemaal goed gecamoufleerd. Oké, kijk, we gaan hier. En dit is echt de beste verstopplek ooit. Ze gaan nooit zien dat ik in een boom zit. Oké, Vinny, waar gaan wij dan verstoppen? Even kijken. De huizen stinken wel allemaal, dus eigenlijk kunnen we ons niet daarin verstoppen. Nee, dat dacht ik ook al. Ik ga echt niet in dat scheethuis van Jessie zitten. Of dat vieze melk stinkende huis van Santino. Ja, en mijn huis stinkt naar mezelf. Wat nou al gaan we verstoppen in... In? Ik dacht dat jij het af ging maken, maar dat doe je niet. Oh, nee. Ik heb echt geen idee, Alex. We kunnen misschien wel in Santino's huis ver... Vinny, waar ben je? Ja, ik ben mezelf aan het verstoppen. Waar ben jij? Oh, ik ben hier zo'n oprit. Maar misschien dat we misschien wel bij Santino's huis kunnen verstoppen. Ik bedoel, als het daar zo erg stinkt, dan zou hij waarschijnlijk denken dat we hier juist niet gaan verstoppen. Oh, wacht. Ik moet hier op het dak zien te komen. Hoe ga ik dat regelen? Ik geef je wel een handje. Kom. Ja. Vind je het veel te zwaar? Wat heb je gegeten vanochtend? Ik ga op je hoofd staan. Hoeveel vlaaien heb je op? Blijf stilstaan. Kom. Oh, het werkt niet.
Het werkt niet, Alex. Nee. Oh, oké, we moeten ergens anders heen. Wat dan? Gaan we gewoon hier naar binnen. Heb jij de sleutel van Santino's huis? Ja, tuurlijk, hier. Hoezo heb jij de sleutel van Santino? Omdat Santino en ik heel goed vriend zijn met elkaar. Het stinkt hier erg aan melk. Wat? Oké, blijf jij hier maar zitten, Alex. Nee. Godverdamme, wacht eens even. Ik heb een idee. Als ik hier nou deze deur opklim, dan kan ik heel misschien, of ik heb nog een extra blokje nodig, dan kan ik misschien in het aquarium van Santino klimmen. En als ik daarin weet te komen, dan heb ik echt een goede verstopplek. Gewoon hier via boven, hier erin. Oh, ik ga hem hier nooit vinden. Alleen moet ik wel af en toe lucht halen. Ik ben een vis. Oké, Alex zit in het huis van Santino. En waar ga ik verstoppen? Ik denk dat ik lekker in het zwembad ga zitten. Ja, dat is een hele leuke plek. Daar kan ik tenminste nog een beetje zwemmen tussendoor. Hallo! Oké, waar zullen ze zitten? Ik kan wel als eerst gaan kijken in mijn eigen huis. Alleen dat lijkt me wel heel erg dom. Dus ik ga eventjes bij Alex thuis kijken. Hallo! Is daar iemand? Ik heb het gevoel dat er hier vast wel iemand moet zitten. Het kan niet zo zijn dat er niemand in Alex zijn huis zit. Hallo? Hallo? Wacht, ik heb Alex's huis nog nooit echt heel erg goed gezien. Dus ik weet niet ongeveer waar hij goed kan verstoppen. Oeh, wacht. Oeh, hij wel een vette tv. Nee, niemand hier. Oké, we gaan meteen door. Zit iemand naar boven? Allemaal cadeautjes? Oké dan. We gaan gewoon meteen door. We hebben geen tijd te verliezen. Nou heb ik toch wel een beetje het idee dat hij toch wel bij mij in mijn huis zit. Zit er iemand in mijn huis? Hallo? Huh? Dat is wel een hele aparte vis. Blup, blup, ik ben een vis. Dit is blup, wel blup. Echt een hele aparte vis, Alex. Ik ben een vis. Ik heb water nodig. Ja, nee, je bent geen vis. Je moet uit mijn aquarium komen, want je maakt mijn aquarium vies. Oh, Romy had me door. Hoe had je me zo snel door? Ik bedoel, ik lijk toch echt op een goede vis. Zeker omdat ik blup zei en zo. Nou, je bent nogal te groot voor het aquarium. Ik sloop heel even je aquarium. Nee, uit. Nee, waarom doe je dat nou? Het is een duur aquarium. Ja, hij is nu niet meer duur. Hij is kapot. Oké, nou, ik heb jou gevonden. Waar is Finny? Zeg maar meteen, want ik weet gewoon, ik ruik hem gewoon. Ik ruik Finny. Ja, ik snap dat je hem ruikt. Hij is daar. Daar? Oké. Kom op. Nee, de geur wordt echt minder sterk. Het wordt minder vissig. Minder vissig. Ik ga hier kijken. Ik heb het gevoel dat jullie alle twee bij elkaar hebben gezeten bij mijn huis. Nee, dat is niet waar. Hoe bedoel je, dat is niet waar? Dat is niet waar. Wacht, zit hij in de boom? Finny, kom er maar uit die boom, hoor. Kom maar. Oh, ik ben lekker aan het zwemmen. Santino, kijk naar mij. Kijk naar mij. Kijk naar mij. Oh, ja. Ik zie jou echt prachtige vis, Finny. Wat doe je nou onderaan een zwembad? Oh, mijn god. Ja, ik was lekker aan het zwemmen, Santino. Lekker aan het zwemmen? Dat zwembad is in geen jaren schoongemaakt. Ik snap niet wat jij lekker vindt. Het is zo warm buiten, oké? Dat is hetgene wat zo'n warm geeft. Heb je hier je melk in gegooid? Wacht, inderdaad. Ik zie het liggen trouwens. Het is een heel spoor. Nee, jongens, dat is een S. Dit is mijn zwembad. Een ei in het zwembad. Wat? Nou, Finny, hij hoeft niet vissen. Godverdamme, Santino. Oh, nou moet ik ook nog eens een schoonmaker laten komen. Oké, ik heb jullie twee gevonden. Waar is Jesse? Dat weten jullie. 100%. Auw. Nee. Godverdomme. Dat was een goede, Finny. Hier, ik wil dat ook een keer doen. In het zwembad. Nee, stop. Jongens, we moeten samenwerken. We moeten Jesse vinden. Jesse denkt dat hij zogenaamd goed is. Dus we moeten hem vinden. Kom. Oh, het duurt echt heel erg lang. Ik heb het idee dat Santino en Finny echt al lang zijn gevonden. En ik zit echt, denk ik, al 10 minuten in deze boom. Dit is echt perfect. Oké, Santino, we hebben één probleem alleen. Wat dan? Ik heb geen idee waar Jesse is. Hoezo weten jullie dat weer niet? Jullie hebben toch gezien waar hij heen liep? Nou ja, Jesse die zei tegen ons, bla bla bla, ik ga zelf verstoppen. Hij wou eigenlijk helemaal niet met ons samenwerken. Ja. Maar waar kan hij dan zijn? Ik denk dat hij misschien naar de... Ik weet niet, misschien is hij met de trein naar Amsterdam gegaan om cakejes te halen. Ze verkopen daar wel vaak hele lekkere cupcakes. Naar Amsterdam? Oké. Okay. Ja. Ik denk het niet, Alex. Ik denk dat hij gewoon nog steeds hier in Blokburg zit. Alleen, ik zou niet weten waar hij zou moeten zitten. Ja, dat is een goeie. Achter deze boom. Oh, ik heb een idee. Ja, wat dan? Waar zou die? Waar dan? Wat nou? Zou die gewoon ergens in de stad verstopt zitten? Oeh, ja, oké. In de stad? Ik heb een ideetje. In de stad, denk je dat? Ja, oké, wacht. We gaan nu op Finny's intuïtie af. Oké, waar zou Jesse zitten? Ik heb een idee, Sportschool? Rijdt gewoon zijn scheetjes. Niet in de sportschool. Waar zou Jesse zitten? Denk even goed na, Santino. Ik wil op de wc.
wc? Nee, in de snoepjeswinkel natuurlijk. Ja, Jessie en de snoep... Oeh, dat is eigenlijk best wel logisch. Dat is wel echt een heel goed idee. Vinnie, je hebt gelijk! Ja. Kom, we rennen meteen naar de snoepjeswinkel! De snoepjeswinkel is volgens mij die kant op! Ja, maakt niet uit. Kant? Kom maar. Nee, niet die kant op, Alex! Kom, Alex. Ik was de verkeerde kant op gegaan. Ja, jij kent de weg nog niet goed. Ik heb mijn TomTom gewoon aan, hoor. Echt? Heb je de TomTom aan? Ja, die heb ik nog uit de prehistorie meegenomen. Oh, die weet waar de weg is. Jongens, ik heb er een beetje een hard hoofd in dat die eigenlijk bij de snoepjeswinkel heb is. Heb jij een hard hoofd, Santino? Wat zeg jij nou? Maar anders is het toch goed dat we naar de snoepjeswinkel gaan. Dan kunnen we allemaal lekkere snoepjes uittesten met z'n allen. En die kunnen we lekker gaan eten. En dan kunnen we vervolgens allemaal kauwgom pakken en bellen blazen. En die bellen weer maar daar gaan we om niet nieuwe om. Bellen te blazen. Wacht, wil je daarom alleen naar de snoepjeswinkel om bellen te blazen? Ik wil Jessie zoeken. Wat wil je anders bij de snoepjeswinkel doen? Jessie zoeken, maar Jessie zal vast wel niet in het snoepjeswinkel zijn. Jawel, ik zie hem. Nou, achter die taart. Je moet alleen eerst opeten om erachter te komen. En oh nee. Ik zie ze daar alle drie lopen. Oké, ik weet het zeker. Santino en Vinnie zijn gevonden. Of Alex en Vinnie bedoel ik. En nu zoeken ze mij. Ze zijn nu best wel warm. Hallo jongens. Okay. Hallo. Ik zag jullie lopen. Wat? Hij zag ons lopen? Ja, maar jullie gaan me nooit vinden. Echt nooit. Hè? Wat? Wacht even. Hoe heeft hij ons gezien? Wacht, ik ga via boven kijken jongens. Ik ga via de bomen. Nee. Hij zei het toen we in de snoepjeswinkel waren. Ik denk dat we verder moeten gaan met snoepjes uittesten. Kom je mee? Ga jullie lekker verder met je snoepjes uittesten. Ik ga kijken van boven. Ik heb hij is hier niet, Santino. Kom mee. Ik heb een knalrode skin aan. Waarom zou ik in een boom gaan zitten? Ja. Dat zou echt het domste zijn. Daarom. Ja, oké, dat is inderdaad wel zo. Maar ik ben gewoon vanaf boven aan het kijken. Dat kan toch? Ja. Hè? Ik hoorde toch echt van hier komen. Ik snap er helemaal geen reet van, jongens. Kijk, misschien zit hij bij de bank. Zo lekker, al die snoepjes. Wow. Snoepjes. Snoepjes. Hij heeft... waarom praat hij over snoepjes? Hij is niet eens... Ik ga bovenop kijken. Zo lekker al die snoepjes. Oh. Nou, ik snap hier echt helemaal niks meer van, jongens. Misschien zit hij op het dak van de snoepjeswinkel. Ik ga kijken. Ja, nee, maar daar zit ik nu juist. En daar zit hij nu niet. Zit jij daar? Oh mijn god, Santino, wat doe jij hier nou? Misschien zit ik wel in de gamewinkel Candy Crush te spelen. Candy Crush? Wie wil er nou Candy Crush spelen? Mijn moeder. Mijn moeder ook. Oh, wat gezellig. We elkaar maar samen. Alex, wat doe jij nou weer hier? Wat zit je nou weer de hele tijd te springen? Ik was Fortnite aan het spelen achterin, maar ik wou het niet toegeven, omdat we eigenlijk op een andere missie zijn. Ik zweer het, met jou proberen iemand te zoeken, dat heeft helemaal geen zin. Betekent dit dat ik weer mijn potje mag afmaken? Ja, ga lekker je potje afmaken. Ik ga Jessie zoeken, want dit heeft helemaal geen zin zo. Zal ik jullie wat tips geven? Want het begint al donker te worden. Santino is best wel een beetje lauw. Nou, nu begint hij wel heel warm te worden eigenlijk. Lauw. Wacht, laat me even voelen, Santino. Wacht, kun je zien wat ik doe? Nee, je deed een dab. Oh mijn god, hij is ergens hier dichtbij. Ik voel me net een soort parcourder. Het lijkt alsof ik Minecraft in het echt speel. Oh nee, wacht. We leven ook in Minecraft. Ga lekker Fortnite spelen. Jongens, jullie zijn alle drie best wel heel heet op dit moment. Ben ik heet, Deb? Ja, ik zag je weer een Deb doen. Santino, ik heb een idee. Ik heb het beste idee ooit. En ik weet dat je mijn ideeën niet altijd geweldig vindt. Maar wat nou, al gaan we naar de snoepjes mee? Nee, niet goed. Zeker niet. Ik ga niet weer naar de snoepjeswinkel. Oh, Alex. Santino. Okay, ik blijf Santino, je verbrandt jezelf. Zoeken. Waar kan die zijn? Jullie verbranden jezelf. Wat? Ik verbrand mezelf? Waar is hij dan? Dat ga ik zeggen. Nee, Vinnie. Ja. Wat is er? Je hebt een snotje in je neus. Oh mijn god, meen je het? Oh, inderdaad, een hele grote. Dep voor het snotje. Jongens, jullie kunnen jullie ook gewoon opgeven, hè? Maar dan ben ik wel de beste verstopper van de hele wereld. En dan heb ik gewonnen. En dat vind ik echt onzin. Dat gaan we niet doen. Nee, je gaat me toch niet vinden. Je begint nou weer koud te worden. Begin nu weer koud te worden? Ja, oké. Ja. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet, ouwe. Geef je het op? Geef je het op? Jongens, geef het op, ja of nee? Want ik word helemaal gek. Ik moet naar huis, ik wil snoepje, ik wil Fortnite spelen. Zullen we dit niet eerst bespreken met een lekkere taart? Maar dan krijg je geen suiker, hè? Ja, kom even een taartje eten in de snoepjeswinkel. Ja, maar geven we het dan op, ja of nee? Want dan ga ik een taart eten. Laten we het even bespreken in de snoepjeswinkel. Bespreken? Ja. Oké, laten we bespreken. Oké, wat nou? Gaan we beginnen met de taart aan de linkerkant? Eten we daarna de taart aan de rechterkant? En dan kunnen we dan achter de balie de taart eten. Dat is Alex, een goeie. Dat is helemaal geen goeie. We moeten eerst bespreken. Gaan we door met Jessie zoeken? Ja, nee, ik ga toch geen taart eten nu? Oké, dit werkt echt perfect. Ik heb het idee dat ze het gaan opgeven, want ze gaan me nooit kunnen vinden. Dan ben ik de beste verstopper van heel Minecraft. Jongens, ik heb een idee. Zullen we opgeven en met z'n drieën Fortnite gaan spelen thuis? Ja, maar Jessie mag dan echt niet meedoen, hè? Nee, ik ben ook al klaar, maar ik heb trouwens toch suiker nodig. Ik ben nu toch in de snoepwinkel. Ik kan net zo goed suiker hier even halen, dus ik vind het wel best zo. Ja, oké. Laat het opgeven. Oké, we geven het op. Laat jezelf zien, Jessie. Geef je het op?
op! Hier waar ben ik! Hallo! Hier! Hier! Wat? Hoe kan... Ik ben de beste verstopper ooit! Zullen we nu Fortnite spelen, jongens? Daar heb ik echt heel veel zin in. Jij mag echt niet met ons mee Fortnite spelen. Ik ga naar huis. Ik vind het wel mooi geweest. Mag ik niet mee? Ik vind het ook mooi geweest. Mag ik niet meedoen, jongen? Ik wil wel Fortnite spelen met jou. Oké, dan gaan wij samen Fortnite spelen. Ja, is goed. Maar jij bent heel slecht.